Heteren was afgelopen zondag het toneel van een hardloopwedstrijd. De Heterun is sinds een aantal jaren een vast evenement in het dorp. En dit jaar vond de start plaats op het vernieuwde dorpsplein Hart van Heteren. De Heterun is vooral een kleinschalig evenement voor de inwoners van Heteren en omgeving. We kunnen de laatste tijd wel zien dat er steeds meer mensen opkomen van verder weg. Bijvoorbeeld uit Zwolle, Utrecht, Arnhem, Zeist, noem maar op. Het is de 7e editie. Het krijgt eigenlijk steeds meer voeten ook in het dorp. Wordt ook gedragen door lokale inwoners en een grote groep vrijwilligers. Ja, eigenlijk zonder de vrijwilligers kun je natuurlijk geen evenement inzetten. Dus daar zijn we heel blij mee. De Heteren kent verschillende routes en afstanden. Zo is er voor de kids de 500 meter en de 1000 meter. Voor de fanatiekelingen is er ook een 5 kilometer en een 10 kilometer route. Je ziet ook bij de 500 en de 1000 meter dat er wat kleinere kinderen met hun vader of met hun moeder lopen. En wat je ziet is dat de zin in hardlopen eigenlijk wel steeds populairder wordt. Ja. En ook gewoon een fijn asfalt waar je lekker hard kan. Ja, mooi door de uitwaarden heen. Het af en toe omhoog en omlaag. Dat maakt het wat uitdagender dan een vlak. Vanuit de organisatie klinkt het als een geslaagde dag. Mooi weer. Een gezellige sfeer. Iedereen geniet. En vooral plezier hebben. Dat is het belangrijkste.